het belang van goede intensieve keerzorg in Suriname voor de pasgeborenen, maar ook voor de oudere kinderen, zijn drie dingen toch wel heel essentieel. Dat is personeel en nogmaals personeel, medicatie en apparatuur en een goede samenwerking tussen de verschillende ziekenhuizen. Nou, de goede samenwerking is er zeer zeker. Ons grootste struikelblok is personeel. En medicatie en apparatuur dat up-to-date is en op tijd vervangen wordt en op tijd aangeschaft wordt. En we hebben heel lang met heel veel toverwerk, om het maar zo te zeggen, toch ons uiterste best gedaan om de kleinste onder ons goed af te leveren aan de ouders en de samenleving. Maar we zijn nu op het punt bereikt dat we niet verder kunnen en geen optimale zorg meer kunnen leveren aan de allerkleinste in onze samenleving. En daarom heeft de vakgroep kindergeneeskunde gemeend een noodkreet te uiten naar de gemeenschap toe om toch wel onze grootste zorgen kenbaar te maken. We zijn in 2008 zijn we met behulp van een sponsoring van Clarence Seedorf hier in het AZP begonnen met een kleine intensive care voor pasgeborenen. Daarvoor was er wel wat zorg maar versplinterd en we hebben die zorg langzaam maar zeker uitgebouwd. Zodat we steeds meer baby's die of veel te vroeg geboren werden of geboren werden met aangeboren afwijkingen toch in leven hebben kunnen houden. Langzamerhand is die zorg uitgebreid qua capaciteit. En in 2016 met behulp van Staatsolie en haar partners hebben wij deze ruimte mogelijk kunnen maken. Waarbij we dan in feite voor nu en toen en voor de toekomst voldoende capaciteit hadden gecreëerd voor intensieve zorg voor zieke pasgeborenen. Waarom is die zorg nodig, zullen mensen zich afvragen. Kinderen kunnen veel te vroeg geboren worden, dan zijn ze heel erg onrijp. Bijvoorbeeld de longetjes die onrijp zijn, maar eigenlijk alle organen. Daar kunnen we de kinderen overbruggen, zeg maar, helpen overbruggen die periode door ze ademhalingsondersteuning te geven met beademingsapparatuur. Maar ook medicijnen als surfactant toedienen, zodat de longen open gaan en open blijven. Als er dus vroeggeboren kinderen zijn waar de moeders in levensgevaar zijn en waar de kinderen te vroeg eruit zouden kunnen komen, onder de 32 weken, hebben we het liefst dus dat die vrouwen meteen overgeplaatst worden naar level 3, academisch ziekenhuiskliniek, waar dan een vlotte opvang kan zijn als die kinderen er te vroeg uit mochten komen. Daarnaast hebben wij dus ook zelf kinderen die, waarbij de zwangerschappen goed gecontroleerd zijn en waar er ook een goede voorbereiding is van dreigende vroeggeboorte, dat de longetjes op tijd rijpen of toch deels kunnen rijpen, waardoor we ze ook wel in onze eigen kliniek kunnen houden en ondersteunen met CPAP, aan de monitor, couveusezorg. En indien ze verder afgeleiden, dan hebben we dus de intensive care in AZ voor pasgeborenen, die dan de verdere opvang doen om die kinderen dus de intensieve zorg aan bijvoorbeeld de beademing te leveren. Dus die kinderen worden in de verschillende perifere ziekenhuizen geboren. Het zijn dus de ernstig zieke kinderen, het zijn kinderen die ook naderhand hartafwijkingen blijken te hebben soms en die ook zuurstofbehoeftig zijn. Er zijn nog een paar andere aandoeningen waar de cardioloog ook meteen bij moet komen kijken, waardoor we die kinderen ook tijdig moeten overplaatsen naar de intensive care. Hiervoor hebben we dus apparatuur nodig, couveuses, monitors, pervisoren, een goed werkend röntgenapparaat om ook complicaties te kunnen ontdekken als die kinderen tijdens de ondersteuning mogelijk een klaplong krijgen
of als ze een probleem krijgen aan de darm waarbij er gaten kunnen vallen in de darm waarbij we de voeding moeten stoppen en ook de diagnostiek moeten doen met foto's. Dus dat zijn allemaal ondersteunende functies die noodzakelijk zijn en die geld, waarvoor er geld nodig is. In diaconessen bijvoorbeeld heeft men door middel van fondsvorming dit al die tijd wel kunnen onderhouden. Andere klinieken zijn ook wel met projecten bezig, maar in een tijd van recessie en pandemie wordt het natuurlijk steeds moeilijker om de onderhoud te plegen en tijdig ook nieuwe apparatuur aan te schaffen. Maar daarom is het belangrijk dat we dit nu naar buiten brengen dat intensive care zorg noodzakelijk is om kinderen een goede overlevingskans te krijgen. En daarom zijn we hier om voor hun te pleiten dat die zorg behouden wordt. En dat die baby'tjes die onverwachts geboren kunnen worden en onverwachts binnen een paar uren terug kunnen vallen en ernstig ziek kunnen worden, om die ook een goede opvang en goede ondersteuning te geven tijdens die korte zieke periode, waarna ze nadien heel goed herstellen en een hele goede toekomst voor zich hebben. In de afgelopen jaren is de kindergeneeskundige zorg in Suriname, mede door het oprichten van een neonatale intensive care unit NICU level 3 en een pediatric intensive care unit PICU in het academisch ziekenhuis Paramaribo en NICU level 2, oftewel een high care in de perifere ziekenhuizen, dat zijn Diakonesse ziekenhuis en het Sint Vincentius ziekenhuis, kwalitatief enorm verbeterd. We zijn in staat geweest hoogwaardige IC-zorg te bieden volgens internationale standaarden aan de meest kwetsbare groep binnen onze samenleving. Echter is de continuering van deze zorg nu al enige maanden ernstig in gevaar door het tekort aan voldoende gespecialiseerd verpleegkundig personeel en het tekort aan essentiële medicijnen, middelen en apparatuur. Het desastreuze gevolg hiervan is dat 1. De NICU in het Academisch Pediatrisch Centrum Suriname genoodzaakt is om NICU-bedden te sluiten. Dit heeft als gevolg dat de vroeggeboren baby's, vooral die geboren tussen 27 en 30 weken en hele zieke voldragen pasgeborenen, thans helaas komen te overlijden in ons geliefd land. Dit is voor de ouders hartverscheurend en voor ons als kinderartsen zeer deprimerend en een onacceptabel dieptepunt. Een ander gevolg is dat de overige twee ziekenhuizen, zoals eerder genoemd, eveneens genoodzaakt zijn om hun UC level 2 circulatiebedden te sluiten. Dit heeft als gevolg dat momenteel hoogwaardige zorg voor het zieke kind, met name de zieke pasgeborenen, ondanks heel wat improvisatie onzijds haast onmogelijk is geworden. Als kinderartsen van Suriname hebben wij de verantwoordelijkheid om kwalitatief de beste zorg te leveren aan onze patiënten. Echter zijn wij nu daartoe niet meer in staat. We zijn ten einde raad en wensen daarom de Surinaamse gemeenschap te informeren dat de zorg van onze allerkleinsten niet meer gegarandeerd is. Wij hopen dat er nu eindelijk oor is voor onze noodkreet. Als er mensen zijn in de samenleving die meer vragen hebben of toch wel op hun manier een bijdrage wensen te leveren aan dat deze situatie heel gauw verbetert, zijn we natuurlijk heel blij. Want we hebben reeds lang eigenlijk aan diverse regeringen te kennen gegeven, het is niet een probleem van nu, dat we echt in de problemen zitten. Contact kan daar gelegd worden met mijn persoon als vakgroepvoorzitter of collega Juliana als hoofd van het Academisch Ziekenhuis of collega Braafheid als hoofd van het Sint Vincentius Ziekenhuis Kindergeneeskunde.